Welkom bij NL Magazine Going to the Movies. Ik ben Patrick en naast mij zit mijn vriend Maurice. Hallo Maurice. Hey. Ben je wel naartoe weg geweest? Ja. Hoe is home? Ja, Daddy. Daddy's home. Ja. Twee. Nee, ik lach nog steeds. Ja, zo, dat is een leuke film. Film waarvan we niks verwacht hadden. Normaal gaan we ook niet echt met dit soort films toe. Maar omdat er te weinig, er is niet zo heel veel te zien in de bioscoop op het moment. Dus we dachten van... Ja, gewoon doen. En hij vermaakte prima. Ja. Maar het was leuk. Ja. Typisch Amerikaans moet ik zeggen. Ja. Er was een American Holiday, American Christmas. Ja. Want het was over de top Christmassy. Ja. Dus waar ik heb gelachen om... Ja. Mel Gibson, ja. Erg gelachen. Zeker, die was echt een teringleider. John Lido, ja. Lido, moet ik het zeggen? Lido. Ja. Fantastisch, fantastisch man. Ik vond hem al fantastisch in The Third Rock from the Sun. Daar ben ik ook een groot fan van. Ja, ja, maar hij kan dit soort rollen spelen, echt dus humor, maar hij kan ook hele echte bad guy rollen. Dus hij kan ook hele echte karakterrollen doen. Maar ja, omdat je, als je Third Rock from the Sun al die seizoenen hebt gekeken, dan, dat komische blijft toch hangen, vind ik aan hem. Als ik hem bekijk in een hele serieuze rol, dan kijk ik die kop. Dan denk ik, moet ik toch alweer terugdenken aan die serie, want daar was hij toch geniaal in. Ja, oké. Okay, ja. Ja. Nou, en dan Mark Wahlberg. Ja, die vond ik thuis, wat ze heel goed hadden gedaan, ze hadden gewoon de kerk is goed gematcht. Klopt. Die is altijd een beetje serieus. Die, en, dus die vader hoorde gewoon echt bij die zoon dat allebei... Will Ferrell was gewoon softie. Ja, en dat was duidelijk. Dat ging mooi met Jones. Dat is leuk. Ja, en dat is leuk. Dat is goed gedaan. Dus echt een leuke film. Gewoon om lekker... Eigenlijk moet je dat... Lekker in een ontspannen mood zijn. Ja. Dus als je met een groep vrienden of zo bent en je hebt een gewoon gedaan, leuk, gewoon... Dan neem je ook met je vriendin of je vrouw naartoe. Ja. Gewoon even een leuke film. Ja. Ook gewoon voor de holidays. We hebben 4 dagen aaneengesloten vrij. Dus mooi, hè? Pak die film even mee, zou ik zeggen. Nee, dus, hartstikke leuk. Ja, dat is gewoon een heel leuke film. Leuk filmpje. Kijken. Smiddags, maak een neetje even. Ja, en je moet pak gewoon hem even niet, mee. Je moet niet veel meer nadenken, dat is mooier ervan. Nee. Dus echt gewoon kijken. Gewoon kijken. Leuk. Ja, een beetje lachen. En ze hebben stommiteiten. Oh, leuk. Het is mee over de top, maar wel leuk gedaan. Ze hebben, het is niet dat je heel flauw, dat niet. Nee, ze hebben op een leuke manier. Nee. Ze hebben wel flauwe dingen. Jawel, over het algemeen is het gewoon leuk. Gewoon leuke film. Ik doe me een beetje denken aan National Lampoon's. Ja. Christmas, dat soort films, weet je wel. Dat vroeger. Ja. Met Jeff Chase. Ja. Dat is zeker. Dat is een beetje op dat was ook wel leuk. Nee, die wil vooral een soort Jeff Chase worden eigenlijk. Ja, of nee, Chevy Chase toch wel Chevy Chase, maar... Ja, Chevy Chase was iets slimmer. Klopt. Nee, dat ik vind iets, Nee, dat was vooral een beetje dom. Ja, weet je, maar dat deed was dat Martin niet? Steve Martin, was dat niet een beetje de dommeling altijd? Die kwam ook af en toe als... Ja, die kwam ook, ja. Ja, maar dan was Steve Martin toch ook wel weer wat slimmer dan die Jeff, Steve Ferrell. Die is wel een beetje van het softe, domme gedoe. Maar dan moet je wel, dat doet hij wel elke rol als het ongeveer een beetje. Dus, als je Will Ferrell hebt gezien, in sketches of in films, het is altijd dezelfde Will Ferrell. Het is altijd dezelfde character die hij speelt. Het is altijd hetzelfde. Dat is wel zo. Dus in het begin was het leuk, maar hij moet wel oppassen als dit blijft. Ja. Nou ja, daarvoor is het ook zo goed dat er zoveel andere acteurs bij waren. Klopt, dan merk je dat niet zo. Nee, ja. Nee. Kijk, zo'n Mel Gibson, die zie je natuurlijk haast nooit in een grappige rol. En dat was wel leuk dat hij het op een... echt op een teringlijn was. Ik zeg nog een keer. Maar dat had wel iets waardoor het even... Dit is wel weer een beetje een comeback voor Mel Gibson. Ja. En een beetje in een grotere film weer. En misschien heb je niet eens heel goed gedraaid, maar... Ik denk dat het toch wel weer een beetje terugkomt. Ja. Hollywood is toch wel een beetje weer aan het vergeten. Voor Kevin Spacey is het trouwens ook op een gegeven moment... ja, maar ik weet niet. Spacey. Hoe lang dat gaat duren... Nou, dat gaat over. Ook over, joh. Geef het 10 jaar. Ja. Ik vind het wel verdomd jammer. Ja, nou ja, Spacey. Maar goed. Ja, maar dat komt wel terug. Die komt terug, wees niet bang. Dus dat er een andere mafketel weer doet, dan is het weer vergeten. Daar komt niet mijn House of Cards mee terug. Die komt wel terug. Ja, maar niet met Kevin Spacey. Nee, dus even wat anders. Oké, maar even over terug naar Daddy's Home. Ja. Leuke film. Leuke film. Lekker kijken. Hij krijgt van mij een 6,5. Ja, van mij ook 6,5. Ja. Wie zat dan? Ja, prima. Toch? Ja, wie zat dan? Dan kan je gewoon wat mee doen. Gewoon leuk. En anders kijk ik een keer thuis, is ook leuk. Ook leuk. S'avonds. Ja, of in de middag. Het is meer een middagfilm. Ja. Leef mij aan. Het is meer een middagfilm. Ja, maar Pinterest bij Beach, kan je ook avond ook leuk. Maar jongens. Hey, precies weer. Tot ziens, hè. Doei.